En vandaag te gast in het kasteel in Westerlo, waar dat Rubus wordt opgevoerd. Het is een muziekspectakel dat om de 2 jaar doorgaat. We hebben hier al Marie Antoinette gezien, we hebben hier al Albert I gezien. En vandaag is het het leven van Rubus. Dus het wordt een prachtig spektakel. Rubens is een van de bekendste figuren uit de Vlaamse Antwerpse geschiedenis. Wij zijn een van de oudste kastelen van de provincie Antwerpen, dus de link tussen de twee was voor mij duidelijk. Dus er zijn veel vrijwilligers die hier betrokken zijn. En zonder hun zouden we dat nooit kunnen doen, aan die ticketprijs zeker. Het voordeel is dat je inderdaad de tickets goedkoper zijn, dat het een totaalpakket is van... Oké, ik krijg er aanbod van eten en de voorstelling, dus dat is zeer leuk, hè? Combinatie. Geacht publiek, laat de moraal dus van mijn parabel zijn. Dat mensen kind helemaal wil memorabel zijn. Zolang er bier en pensen zijn, het vlees is warm en mas. Wat kan een mens meer wensen, geef mij as. Ja, je begint eigenlijk met een leeg schilderij. Hè? Je begint te schilderen net zoals een schilder. En uiteindelijk kom je tot iets, je creëert iets en kom je tot iets hopelijk heel moois. En dat resultaat van, laten we zeggen, een wit vel tot een mooie plaatje, een mooie voorstelling, daar doe je het voor. Wel, we hebben 2 voorstellingen uitgekocht en we hebben ons hand in het vuur gestoken, want we hebben de eerste 2 gekocht. Hè? Vandaag is de première. En we hebben 2 keer vol huis, 2 keer 1850 mensen die naar dit spektakel komen kijken. Denk de combinatie van decor, kledij, ledwal, die samen visueel heel mooi maken. Dan heb je het orkest, onder andere van Sam Gevers, die echt prachtige live muziek brengt. En dan heb je een topcast van prachtige, goede acteurs die in het buitenland ook al geschitterd hebben. Dus die 3 ingrediënten samen, denk dat het tot iets heel moois kan maken. Ja. Ik zou zeggen, leven de vrede. Gelijk vroeger, hè. Vlaanderen gaat door, Rijntje bereid. Met de senior, vanzelfsprekend van voor, door de wereld naar de staat. Ik vind musicals ook wel leuk en ik ben zelf afkomstig van de streek, wat het nog een extra eigenlijk, een link eigenlijk maakt met het kasteel van Westerlo hier. Een mooie plaats eigenlijk, locatie om dit te organiseren. Dus, ja. Ja, ik vind het heel goed. Ja, mooi spektakel. Schone show, zeker de moeite. Ja.